Bam, hier zitten we. In Tears of the Kingdom. We gaan hem opstarten. We gaan de fucking muziek uitzetten, uiteraard. We zetten het geluid aan van de capture card. And here we fucking go. Nodig je even wat oudjes uit voor een koffie. Hey, jongens. Ik heb maar een goede daad gedaan vandaag. Ik heb de boodschappen de trap opgedragen voor een oude vrouw. Dus weet je, mijn karma is clean. En ik wil trouwens heel even natuurlijk bedanken Timo, Polish Knight en Deezy voor de sub hier bij GameKings. ...100% priktrol. Zo blijpen. This strange gloom keeps getting thicker. Dat is het eerste wat we gaan veranderen. Japanse fucking voice acting. Die Engelse is niet te harde zo slecht. We've been descending for a while now. These tunnels are deeper than I thought. What could be down here? De hype train is compleet, jongens. Dankjewel, Smash Rocket, voor de 21 maanden. Oh, zo begint de game dus. Je wordt er gewoon ingedropt meteen. I like it. Options. Voice language. Oh, French, Spanish, Russian. Laten we dat niet doen. Japanese. Russisch om te trollen zou ook wel funny zijn, hè? Wat een lijp begin van de game. De graphics staan nog op low, ja. Kono shouki ni fure, taichou o kuzusu mono mo ooi to hokoku o ukete imasu. Anata ya watashi wa, stinken beter. Kono teidu nara daijoubu na yō desu ga. Sore ni shitemo, naze Hyrule jō no chika kara konna mono ga? この先の調査は危険が伴うかもしれません。でもあなたがいてくれれば安心です。リンク。リンク。早く原因を突き止めましょう。Ik vind het zo vet hoe ze Link uitspreken in Japans. リンク。Een beetje doorlopen, Zelda. Oh man, wat heb ik zin in deze game, jongens. Kijk hoeveel hartjes je hebt op het begin al. Wat weird. It's glowing. You know what that means. Dit speelt zich dus direct af na Breath of the Wild. Ik heb geen idee, netwerkkabel. Het valt me op. Ik ben benieuwd wat de reden dan gaat zijn. Vorige keer was het dat je 100 jaar had geslapen. En daardoor alles bent vergeten wie je was, wat je hebt gedaan, wat je skills zijn. Dat was de uitleg. Jazeker, ik heb eergisteren het eerste deel uitgespeeld. Breath of the Wild. Oh, wat is de Master Sword toch een vet ding, hè? Dit is een sequel. Geen normale GK-stream. Nou, je hebt net einde van de week live gehad. 2 uurtjes. Je hebt nu 4 uurtjes The Legend of Zelda. En gelijk aaneensluitend Tabletoppers met hun Dungeons & Dragons campaign. Dus, het wordt een hele lange dag vol streams.
Wat is je favoriete Star Wars game? Dat kan er maar eentje zijn. En ik denk dat de hele chat dat wel weet. Tuurlijk, KOTOR, jongens. KOTOR! Het kan er maar één zijn, toch? En inderdaad, zie de ranking. Ik heb een top 5 beste Star Wars games aller tijden gemaakt. Samen met Jelle. En Yui zat er volgens mij bij. En daar bespreken we al die games. Jasper zat erbij. Klopt. Je hebt gelijk. Zeker heb ik Shadows of the Empire gespeeld. Baby, ik heb Ganon verslagen. Ik word niet angstig van een paar vleermuisjes. Ja, ik heb het idee dat Rogue Squadron dat een licentieding is ofzo, man. Anders was die game toch al lang nog een keertje uitgekomen. Er was ooit een trilogy in de maak voor de Wii. Die is nooit uitgekomen en daarna is er niks meer gebeurd. Zelda moet je altijd op een groot scherm spelen, man. ソナウ族とこれは私たちハイリア人のようですね。ソナウ族はまるで天から降りてきたように見えます。私の祖先ハイラル王家の祖は天より降臨せし 神の一族と結ばれ生まれたと言われています。この壁画を信じるなら。Het voelt bijna als Prometheus, toch? その一族と大地のハイリア人が交わり、やがて起こった国がハイラル王国。しかしそこに。Nee, ik begin nu te bazen. Begin nu. 王国の大いなる力を奪う。全て古文書の内容と一致している。そして魔王が誕生し、それを打倒する戦いが起こった。ここに描かれている人物、これが魔王と呼ばれたものだとするならば。 Wat is dit ook gewoon Ganondorf? De Demon King? Ja, als mijn stem af en toe een beetje zo gaat, dat komt dus door gisteravond. Het is gewoon een switch, toch? Ze hebben een Nintendo Switch uitgebracht natuurlijk. Ik ken mensen die hem hebben. Waarom de fuck ziet die Switch niet uit zoals deze fucking Sheikah Slate? Dat is toch smart? In plaats van twee gouden stickertjes eroverheen. Ik vind het zo easy.
Zeker, normaal ben ik vrijdag op kantoor te vinden, maar vandaag moesten we het op deze manier doen. Om dit voor elkaar te krijgen. Holy shit. Met de pro-controller van PDP. You're welcome. Holy shit! Goddamn, bro! Ik zou wel je handen wassen daarna. Nee, dat kon niet, Moon Knight Wolf. Dat kon niet. Anders hadden we dat wel gedaan. Oh, there it goes. Precies 3 over. Stuff of nightmares. Taima no tsurugi o motsu mono. Link. Raul no yukibo. Kono teido ka. Douste? Watashitachi no na o. Niet Ganon in ieder geval. Zeker weten, Rojogan. Zeker fucking weten, man. Jezus, wat een vet begin. Het was wel allemaal een FMV trouwens. Het was niet native gerenderd. Het was een filmpje op de Switch. Jawel, die heb ik eergisteren uitgespeeld, Moon Knight Wolf. Kan je terugkijken als je wil. Ik moet wel zeggen, ik vond de laatste boss battle tegen Calamity Ganon. En ook Beast Ganon, hoe de fuck die ook heette. Het was niet moeilijk. Het was best makkelijk.
Misschien wat te makkelijk. Kigatsukareたようですね、リンク殿。 Dit doet me een beetje denken aan Forspoken. Hey, maar ik ben er niet oké mee dat de Master Sword weg is, jongens. There it is. Maar hij is kapot. Daar zijn we. Wat een episch begin, man. En de Demon King, dat is dus niet Ganon, lijkt het. Zonde. Ik hoop dat we hem gaan herstellen. Dude, dat hebben we al gedaan. Waarom krijg je nu nog de tutorial? Fast travel, okay. Oh, echt een red bulletje had ik echt nodig, man. Jeetje. Nee, ik heb hem nog niet uitgespeeld. Ik ben hem nu aan het spelen voor de review. Ik heb de game echt letterlijk net pas binnen gehad. Jasper is hem al wel een tijdje aan het spelen. De review doen we met... Denk... JJ... Jasper en ik. Denk ik. Het is wel een showmannetje, hoor. Beetje overdreven. Ja, volgens mij, wat ik nu zag, dat het toch JJ gaat worden in plaats van Boris. Oh, je hoeft niet meer in ons naakje te lopen. Toch vind ik, hè... Als hij ziet dat je een save game hebt van Breath of the Wild, dat hij gewoon deze shit kan skippen, toch? Zou wat smarter zijn. Mooi rokje wel voor Link. Mooi genderneutraal rokje. Holy shit! We in the sky, baby! Dat ziet er wel vet uit. And let's do it. Let's fucking do it. Geen partybus, nee. Moet je Breath of the Wild gespeeld hebben om deze te spelen? Om deze te spelen niet, maar ga Breath of the Wild spelen. Where are we dropping, boys?
Maar even oprecht. Ga eerst Breath of the Wild spelen. Die kan je misschien nu ergens wel voor een zacht prijsje oppikken. Marktplaats of iets dergelijks. Want Breath of the Wild is een van de beste games ooit gemaakt ook gewoon. Ga Breath of the Wild spelen. Want als je deze eerst gaat spelen, ten eerste, chronologisch klopt het verhaal dan niet. Maar een ander ding is, deze is beter dan Breath of the Wild, als ik de reviews allemaal mag geloven. En dan gaat Breath of the Wild tegenvallen. Als je deze al hebt gedaan natuurlijk. Zou het lukken met de decade? Nope. Maar gelukkig hebben we deze nog. Nieuwe studio? Nee, dit is gewoon mijn huis. Doors. Ik neem aan dat je straks de Flurry Rush zeker weer kan doen, ja. Misschien kan dat nu al. Ja, maar die pop-ups zijn alleen in het begin. Is dit een workbench? Nee. Lijkt maar zo. Ik heb geen idee waar we naartoe moeten, jongens. Ik ga gewoon lekker exploren en we zien het wel. Heel af en toe, John. 900p res. 1600 bij 900. Met AMD FSR. Wel FSR 1.0 helaas. Dit had die fucking limited edition Switch moeten zijn, toch? Kom op, zeg. Zin in het weekend? Ja, zeker. Want ik ga de hele weekend deze game spelen. We zien gelijk waar we naartoe moeten. Het is dus de oude map. Die zit in de game. De oude, ja, eigenlijk van Breath of the Wild. Hyrule. Het land zit erin. Je hebt al deze Sky Islands. Daar zit er natuurlijk een heleboel van in. En je kan tegenwoordig ondergronds. Dus je hebt in de lucht en onder de grond. Dat is wat erbij is gekomen. Zondag is zeker niet de laatste Nerd Culture. Ik weet niet hoe je daarbij komt, maar... Nee, die tablet heeft geen toegevoegde waarde. Gewoon lekker spelen op de Switch, joh. Volgens mij is de performance ook beter op de Switch, maar dat weet ik niet zeker. Nee, t-shirts zijn niet de deur uit, die gaan de aankomende week de deur uit. We wilden vandaag al een badge versturen, maar door dit overvolle streamprogramma gaat dat helaas niet meer lukken. Ja, graag gedaan, Hassan. Ik doe het met alle plezier, man. Jij bedankt voor het luisteren. Zonder luisteraars geen nerdcultje natuurlijk.
We gaan voor de laatste keer terugblikken op een jaartal. Dat is wat we voor het laatst doen. Yo, Nathan. Oké, laten we... we hebben hier iets goed. Kijken of die flurry attack werkt. Ja! Dat zeker! En het werkt ook nog eens donders goed! Eerste indruk. Een 9,97 5218 64. Tot nu toe dan, hè? In dit gedeelte zijn de kleuren zeker enorm oversaturated. Dat is omdat ze... Er is ook global illumination nu. Waardoor dat ook... waardoor het licht dus ook af... schijnt op Link zelf. Ah. Nee, ik ben gewoon liever heel precies in mijn beoordeling. Anders weet je natuurlijk ook niet hoe die zich verhoudt tot Breath of the Wild. Nee, er zijn wat grafische nieuwe dingetjes toegevoegd aan de game. Check Digital Foundry. Je verwacht het niet, maar gisteren heeft Digital Foundry een video online gezet. Die wat meer ingaat op de graphics. Er komen absoluut geen spoilers voorbij. En toch interessant om te zien wat ze allemaal uit die Switch weten te persen. Wel framerate drops, jongens. Dat zit er zeker in. Zelfs tot in de 20's soms. Maar over het algemeen vrij solide performance. Yep, die zijn we kwijt. Oh, je moet zeker die shit op een stok doen en dan boven het vuur houden. Oh, gewoon ernaast leggen. Even kijken. Ik wil hem gewoon vasthouden. Hoe doe je dat? Check recipe. Oké. Okay. Oh, deze is al gemaakt natuurlijk. Als je dit dus hier neerlegt, dan worden ze geroost. Alleen die is geroost. Nou, ja, toch wel. Het werkt nog niet heel soepeltjes, heb ik het idee. Ook weer hoe dat werkt. Ja, er is een patch, maar dat heeft zeg maar de grote frame drops heeft dat aangepakt, maar er zijn nog steeds frame drops. Deze nu gehaald of dat ik eerst nog Jedi Survivor ga uitspelen? Speel even Jedi Survivor uit, joh. Ben je met 20 uurtjes, 25 uurtjes wel doorheen? Kijk, we hebben in ieder geval eindelijk een zwaard. En een schild. Ja. Ik was iets te enthousiast met het oprapen van takken. Ja. Dat is die ik niet wilde pakken, maar oké.
Zelda is beter, maar als je al bezig bent met Jedi Survivor, speel die eerst even uit. Ja, daarom. Dan hoef je nog maar 10 uurtjes, joh. Dat ram je wel in 2 dagen eruit, toch? En dan kan je beginnen aan Tears of the Kingdom. Kono tobira wa chikara o motsu mono de nai to hirakanai. Shitsurei. Odorokasete shimatta you da. Sakihodo hanashi o shita mono. Sono migiude no moto no mochinushi. Raul desu. Het is die geit van Guardians. Ik kan niet wachten totdat Drax een bal in zijn gezicht gooit. Ik heb geen realiteit. Ik ben in deze manier. Ik ben verantwoordelijk. Sate, deze deur is in mijn rechterhand geopend, maar het lijkt me dat de kracht is verloren. 聖なる光の満ちた空間ならその手に力を取り戻すことができるはずだが。そうだ。この島にある Ik heb denk ik 30 uur gedaan over Breath of the Wild, 30 uur. En dat kon nog veel langer hoor, maar ik wilde hem uitspelen voordat ik aan deze begon natuurlijk. Ja, gefocust op main story. En alle Divine Beasts gedaan. En ja, wat extra shrines voor wat hartjes. En een Master Sword uiteraard gehaald. Toen gingen we Ganon confronteren. Maar wat is nu de bedoeling? Want ik kan niet naar die shrine. Oh jezus, ik dacht dat die zweefde. Het is gewoon een fucking trap. Ja, graag gedaan Thomas, geen enkel probleem. Ik moet nog wel heel even wennen dat ik nog niet kan gliden. Gliden is toch wel een van de leukere dingen in de game ook, moet ik zeggen. Toch even dat het fall damage zou opleveren. Wordt me bespaard. Toch door het kleurgebruik ziet het er wel echt anders uit als Breath of the Wild. Ja, en Resident Evil 3, die speel je ook heel, heel makkelijk uit. Weet je, dat is 5 uur of zo. De game is echt heel kort. Ik kan niet wachten totdat we dingen kunnen gaan bouwen, jongens. Onder de 2 uur. Nou, kijk eens aan. Dat bedoel ik. Ik heb er 5 uur over gedaan. Nee. Zeker niet focus. Zeker niet. Dit is gewoon dit gedeelte van de map. Heel even dat we gewoon in 1 soepele beweging er doorheen konden lopen. Dat was heel vet geweest. Bijna Ratchet & Clank shit. Helaas. Toch een laadscherm. Het leek er heel even op. Z
Zeker Kyber Spy. De hele dag zijn we live op Twitch bij GameKings. De hele dag. Oh, Spirit Orb. Ultra Hunt. Grab and move objects, rotate them and stick them to other objects. Okay. We kunnen shit gaan bouwen. Ga je nu niet nerdculture opnemen? Nee, ik niet. Deze week is nerdculture met Yui en Yellow. Rotaten toch? Nee, ik wil het zeggen. Kijken of hier niet de kissie staat. Ja, ik denk dat we die langer nodig hebben. Oké. Als we hem dan hier zo neerzetten. Dan deze erop. Waarvoor? Of is deze precies even hoog? Even checken. Nee, dat maakt geen flikker uit. Maar gaat het niet omvallen zo, denk je? We good. Yep. Kan je dit met een Xbox controller spelen? Ja, zeker kan dat. Dan moet je een 8-bit DOE USB-stickje kopen. En dan kan dat. Het werkt hartstikke goed zelfs. Oh shit, je kan ze attachen. Nee! We hadden ze gewoon aan elkaar kunnen maken en dan er overheen kunnen leggen. Maar dit werkte ook. Kijk, dat... Zie, dit is wat ik vet vind aan die fucking game. Backseat mag bij mij af en toe. Niet gelijk. Geef me heel even de tijd. En meestal vraag ik op een gegeven moment wel om. Spoilers zijn absoluut verboden. Spoiler, dat is gewoon een ban voor je ass. Maar dat is wat ik wilde zeggen. Want als je spoilt het niet alleen voor mij. Je spoilt het voor iedereen die hiermee zit te kijken. Maar, dit is dus wat ik zo vet vind aan die game. Overduidelijk hadden we gewoon deze planken aan elkaar moeten maken. En zo eroverheen moeten leggen. Ik probeerde een brug te maken door dat ding rechtop te zetten. En schuin er tegenaan te zetten. En ook dat werkt. Dus je kan doen wat je fucking wil. Dat is waar ik echt... I love that shit, man. Er is niet één oplossing. Er is de oplossing die jij bedenkt. Zullen we checken of dat kan? Ik denk het wel, kanttekening. Ik denk het wel. Ja, zie. Kijk, en als we nu deze... Kijk, hadden we gewoon zo neer kunnen leggen. Ik zie al daar wat er daar moest gebeuren. Hop, deze maar even neer. Dan gaan we die haak erop zetten. Ik moet wel zeggen, die controle heeft zijn gyroscope. Irritant. Lijp shit toch?
Dan kijk je niet Moonlight Wolf. Zo moeilijk is het toch niet? Hey, is dat nou corruption? We hebben er 4. We hebben een extra hartje. En dan kunnen we wel de deur open krijgen. Ah, lekker Jussie. Lekker man. Je gaat ervan genieten. Echt, hoeveel van jullie hebben gewoon het hele weekend vrijgelaten om maar gewoon oneindig deze fucking shit te spelen? Ik weet dat er zijn een aantal Zelda-freaks onder jullie, hoor. Ik weet het zeker. Ja, maar hoe kunnen we dan... Kunnen we hier naartoe fast travelen? Nee, dat kan dan weer niet. Raar, man. Want we moeten hier naartoe. Oké. Okay. Weird. Behalve de late middag op zondag is alles vrij. Ja, lekker man. Ik ga echt ook no lijven. Ik ga echt no lijven als een malle. Hadden we iets meer gracious kunnen doen, maar nee. Maar ja, hoe komen we nu dan daarboven? Vind je niet... Ik moet toch wel even wennen aan die nieuwe powers. Waarom staat er links boven Jiminy? Weet iemand dat? What the fuck was dat? Dat heb ik echt nog nooit gezien op de Switch. En het was ook super low res. Lekker. Battlefield 2042 nog steeds niet helemaal gefixt, dus. Ja, ik moet zeggen, ik vermaak me de laatste tijd wel echt enorm met Battlefield 2042, man. De game is echt in een veel betere staat dan launch. En dan bedoel ik niet alleen technisch. Oh. Maar ook gewoon gameplay-wise. En we spelen het regelmatig op de donderdagavond. Dus mocht je een keertje mee willen doen, dan weet je dat. Yo, later paaltje. Rustig aan, man. Fijn weekend. En tall geese, what's up? Hard container. Ja man. Het enige kut is, je kan nog steeds maar een party van 4 maken. Dus je kan met 4 man een server joinen. En die zitten sowieso bij elkaar in het team. En de rest moet maar hopen dat je dan in het goede team komt. Maar het is super vet.
It's a master sword vibes, dit. Ja, waarom niet tankdeel vrije blijheid? Ja, dat is op mijn eigen Twitch kanaal. De donderdagavond van Battlefield. よかった。扉を開くことができたようだね。正気に蝕まれた貴殿の体はまだまだ万全ではないが。まだまだ万全。祠で得られた祝福の光の力で、わずかだが正気を浄化することができたようだ。 I have dissolved the tatuage as the rock, see that? 時間は短かったが、君と話せて 嬉しかったよ。 Goeie. Hij moet alleen iets meer swole worden. Hoe is hij, Willy? Even goed om je heen kijken ook, hè. Even niks laten liggen. Ik vind dit een hele rare superpower eigenlijk, man. Maar... sure. Dude, daar is daar heel veel lekkers, man. Echt. Daarover hoef je echt geen enkele zorgen te maken. Is dit sowieso een van de lekkerste? Weet je wat het is? Misschien is het controversieel. Maar het is gewoon de waarheid. En als je dat niet kan accepteren, that's on you. Maar, de meest smerige snackbars, in ieder geval hoe ze eruit zien, de meest smerige snackbars zijn vaak de allerlekkerste qua snackbars. Er zit daar een snackbar om de hoek. Hap wat heet het? Hap wat? Super nice. Echt, maar je zou daar niet doodgevonden willen worden. Maar... ik zou adviseren, ga eten in Blast Galaxy. Blast Galaxy heeft echt een hele goede kok. Een heel vet menu. En de lekkerste kip die je maar kan voorstellen. Of een patatje rendang. Oh my god. Die maakt ze ook in Blast. Het zal een combinatie zijn van de bitrate van de stream, Puck, en, maar ook deze game, hoor. Breath of the Wild had dat ook wel een beetje. Ik heb het idee dat we toch de Master Sword gaan herstellen. Ik hoop het, man. Zie je dat? Ik denk dat hij uncorrupted gaat worden of zo. Ik weet het niet. Of hij gaat nu gewoon weg en dan zijn we hem kwijt. Door de Demon God heette die toch? Oh shit. We gaan gewoon terug in de tijd. Lijp. Nee, Link praat niet. Dat is wat Link zo'n goed character maakt.
Want jij bent Link. Jij bent Link. Daarom zal hij ook nooit iets zeggen waar je het niet mee eens bent. Want hij zegt niks. Het is aan jou om te interpreteren hoe de andere medespelers op Link reageren. Het voelt een beetje zoals die film The Terrace House of zo. The Lake House. Met Keanu Reeves en Sandra Bullock. Zo voelt deze shit. Hebben jullie dat gezien? Dat ging over Keanu zat in de Lake House. En Sandra Bullock zat in de Lake House. Maar er zat 6 jaar tussen of zo. En ze konden via een, volgens mij, een diary of via notities of zo. Konden ze met elkaar communiceren over die tijd. En redden ze daarmee een leven of zo? Zoiets was het? Ik weet niet meer. Vonden ze elkaar daarmee? Zoiets was het in ieder geval. Het was super vet. Het was echt vet gedaan. Ja, in de mailbox. Zoiets inderdaad, ja.